Alex, Alex! Ja, wat is er? Ik heb eindelijk vakantie! Echt waar? Hoef je niet meer naar school? Ik hoef niet meer naar school en ik heb een idee, want ik wil mega graag op vakantie. Waar wil je heen, Dennis? We zitten hier namelijk in een woestijn. Ja, ik weet niet of er hier zoveel leuks te doen is. Het is hier wel lekker warm. Ik wil naar een camping! Oh, dat is zo'n leuk ideetje, maar hoe komen we zo snel op een camping? Ja, niet. En daarom gaan we er vandaag één zelf bouwen. Dat is zo'n goed idee! Alleen hebben wij hiervoor maar 15 minuten de tijd. En degene die de beste camping bouwt, wint. Is dat een goed idee of is dat een goed idee, Dennis? Je staat wel heel dichtbij trouwens. Sorry. Je ruikt helemaal niet zo lekker. Hoezo? Nou, ik weet niet. Het ruikt gewoon niet zo lekker. Ja, ik heb net gezwommen daar. Misschien daarom. Ijoe, ja. Dat water ziet er ook niet zo lekker uit. Dat ligt daar volgens mij al een tijdje. Maar het is een heel goed idee. Dus laten we een camping gaan bouwen. Klik op die duimpjes omhoog en klik op de abonneerknop hier beneden. Abonneren is namelijk gratis. Heb je het er ook niet van gratis? Dat dacht ik. Oké, Dennis. Sta je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Oké, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Go, 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 go. Succes. Jij niet. Wat heb je op een camping? Op een camping kom je vaak binnen op een mooi weggetje. Dus wat gaan wij doen? Wij pakken er gewoon concrete bij, denk ik. En white concrete. Ik denk dat dat wel een goede is. En dan gaan we een mooie weg bouwen. Waar is white concrete? Dat is daar. Oké. Laten we de weg gewoon hier zo maken. Hoppakeetjes. En dan gaan we hier langs natuurlijk ook de receptie maken. En er moeten natuurlijk ook een paar plekken komen waar caravans en campers kunnen staan. En natuurlijk ook tentjes. Sommige mensen komen namelijk ook gewoon naar de camping met een tentje. En ik denk dat we zo wel een vet weggetje hebben al zie ik dit zo. Even kijken. Alleen moet hier volgens mij nog één blokje. Ja, dat is top. Righty. En hier moeten twee streepjes. En daar weer allemaal zwarte blokjes omheen op deze manier. Hoppakeetjes. En hoe gaan we nu een receptie maken? Oké, daarvoor hebben we wat quartzblokjes nodig. Smooth quartz slab. Smooth quartz stairs. En oh, dit kunnen we ook vet gebruiken. Wat is dit nou weer? Dit is een soort van apart kristal of zo. Kunnen we dat plaatsen hier? Nee, dat kan niet geplaatst worden. Oké, dat is een beetje een geglitched blokje lijkt het wel. Ik weet ook niet wat hij hier precies doet. Ik denk dat deze blokken wel vet zijn. Ik bedoel, dit is iets wat ik eigenlijk nooit gebruik. Maar het kan er denk ik wel vet uitzien voor een mooie receptie. Dus laten we hier gewoon wat mooie baaltjes mee maken zo. En wat doe jij hier nou weer? Hoezo zit er hier een konijntje in een gat? Oh, maar dit vind ik sneu. Hij kan er hierdoor nooit meer uitkomen. Hier, je kan gaan hoor. Ga de wijde wereld maar in. Oh, zo zielig. Nou ja, hier wil ik tenminste even wat mooie quartzblokjes omheen hebben sowieso. Hoppakee. En dan moet er hier weer zo'n paaltje komen. En dan daar, en dan daar, 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 en hoppakee. En dan moeten we hier dus het huisje van de receptie meemaken. Het dak kunnen we denk ik het beste maken met wat mooi hout. En dan denk ik dat we dat het beste kunnen doen met mooie slabs. Misschien dat deze wel vet zijn. Deze matchen namelijk ook weer met het hout wat we hier hebben natuurlijk. Dus laten we die er gewoon voor gebruiken. En dan gaan we hiermee gewoon het campingdakje maken. Hoppakee. Oh, ik vind het er nu al best wel vet uitzien al moet ik het zo zeggen hoor. Kijken dat daar. Hoppakeetjes. En misschien dat er hier dan nog een klein soort dakkapelletje in kan. Op deze manier. Oh, dat ziet er heel nice uit. Ja, zeker. En dit gaat er dan weer gewoon mooi rondomheen. Hoppakeetjes. En hier wil ik dan nog even een dakje zo hebben. Right, het ziet er een beetje apart uit. Maar dat vind ik er eigenlijk ook wel weer juist het vette aan als ik het zo bekijk. En dan denk ik dat het huisje van de receptie wel een mooi dakje heeft. Dan zie ik het zo. Laten we hier dan nog even wat slabs op leggen. En dan wil ik daar wat lampjes in zetten zo meteen. Dus dan pakken we er lanterns bij. En dan wil ik deze lantern, de sea lantern. Die vind ik altijd wel mooi. En die zetten we dan daar neer. En dan zetten we er even wat mooie kwartblokjes omheen. En dan hebben we zo een mooi dakje. Hier wil ik nou wel weer gewoon een muur hebben natuurlijk. Want hier komt ergens zo meteen een balie te staan. Misschien dat we wat birch planks kunnen gebruiken. Of nee, weet je wat? Ik ga jungle planks gebruiken. Ik denk dat dat hier wel nice staat. Ik denk dat we daar wel mee een mooie vloer kunnen maken. Hoppakeetjes. Die daar, daar, die daar, daar. Hier ook lampjes, daar ook lampjes. We moeten trouwens niet al te lang aan alleen dit huisje werken natuurlijk. We hebben ook tentjes nodig en de rest van de dingen van een camping. Wat nodig is gewoon. Dus laten we dit maar een beetje snel afronden als zie ik het zo. Dat is perfect. Dat ook, alrighty. En dit wil ik zo hebben. Right, dit ziet er al vet uit op het plafond. En nu heb ik hier nog allemaal mooie ramen nodig eigenlijk. Dus ik ga dit gewoon even mooi afwerken hier. En dan gaan we er even mooie ramen bij pakken. Window. Of nee, glass. Zo moet ik het opzoeken. Glass, glass, glass. We pakken er een soort groene glas bij. Ik denk dat dat wel nice staat. Of misschien dat donkerblauwe. Laten we gewoon en blauw en
en groen erbij pakken. Dat zijn volgens mij een beetje de kleuren. Ja, dat zijn de kleuren van dit inderdaad. Dat komt goed uit. Dan gaan we hier gewoon een mooi raampje van maken. Zo. Oh, dit ziet er denk ik wel nice uit. En dit heb ik nu per ongeluk geplaatst. Maar het ziet er wel nice uit. Kijk dan. Ja, dit ziet er zo vet uit van de buitenkant. Ik ga gewoon precies hetzelfde hier zo maken. Oké, dit moet weer eventjes tussenuit. Dank u wel. Het spijt me dat jullie hier zo kort mochten staan. Maar het moet even weg. Dat daar en dat daar en dat daar. Hoppakee. Het eerste huisje is af. Alleen nog de balie er neerzetten. Maar dat is gelukkig zo gedaan. Even kijken. Doen we dat zo. Dan wil ik er nog even een klepje bij hebben natuurlijk. Dat is wel zo handig. Dus dan pakken we gewoon dit klepje erbij. Die past het beste bij het interieur. Klein schilderijtje erbij kan ook geen kwaad natuurlijk. En dan kunnen mensen hier lekker inchecken zometeen. Hoppakee. En dan wil ik trouwens ook van gravel eventjes een mooi pad er naartoe maken. Dat je vanaf de weg gewoon mooi er naartoe kan lopen natuurlijk. Dat is wel zo handig denk ik zo. Yes, dat is perfect. Ik ben hier zo blij mee. Maar nu hebben we nog een plekje nodig waar we tentjes kunnen zetten. Oké, en tentjes die maak je meestal best wel simpel op zich. Ik denk dat tentjes liever op een grasveldje staan dan dat ze allemaal op een stuk zand staan natuurlijk. Dus laten we hier maar een mooi grasveldje maken. Gras ziet er een beetje dood uit, maar ja, dat ziet het er altijd wel een beetje in de zomer als het gewoon weinig geregend heeft. En we zitten dan ook midden in een woestijn. Dus dan krijg je gewoon dat soort dingen. Oké, dat zit er gewoon bij als je een vakantiebestemming in de woestijn opzoekt. Laten we er dan wat bol bij pakken. En natuurlijk ga ik... Zal ik een geel tentje maken? Ik denk dat dat wel leuk is voor Dennis. Als we ook een tentje voor hem gaan maken. En ook wat fences erbij. Daarvoor gebruiken we deze. Yes. Dat is top. Oh, en ik heb een idee. Ik wil er ook namelijk wat leads bij hebben. En een chicken. Oftewel, een leuk kippie. En jullie gaan zo meteen zien waarom ik er een kippetje bij wil, oké? Eerst gaan we namelijk de mooie tent van Dennis eventjes maken hier zo. Dan doen we hier even wat touwtjes. Bestaat dit ziek? Ik denk dat... Ja, dit is wel nice. Dan heeft Dennis even wat ruimte extra in zijn tentje natuurlijk. Dat is wel handig voor hem, denk ik zo. En dan loopt de tent hier zo mooi af. Ja, dat is perfect. Of niet? Nou, ik weet het niet hoor. Misschien dat we het beter zo kunnen doen. Ja. Yes, dit is een stuk beter voor de tent. Hier dan even een touwtje. Hier een touwtje. Als je daar namelijk een touwtje op zet, dan pas kan je hier een mooi dingetje hangen. Dus vandaar dat ik dat doe. En dan doen we hier weer de rest van de tent. Oké, dan gaat hier nog wat gras omheen komen zo. Dat is denk ik wel nice als Dennis op een klein grasveldje staat. Met een mooi gravel padje naar zijn tent toe natuurlijk. Ook altijd wel handig. Ook altijd wel handig. En wat we dan moeten hebben voor Dennis' tent is iets heel aparts. Ja, yeah, je hoort het goed. In Dennis' tent komen namelijk allemaal touwtjes te hangen zometeen. Hieronder gaat namelijk hier een kip staan, denk ik zo. Ja, dat is perfect. Dan doen we daar dat erop. Hey, dat konijn doet me er gewoon in. Maar kijk, hier gaan we dan deze ophangen. En zo lijkt het net alsof de tent aan een touw staat. Ik denk dat dat wel nice is. Dan doen we natuurlijk ook hetzelfde aan deze kant. Dus daar een kippetje, hier een touw eraan. Blokje. Daar. En dan zo. Hoppakee. En dan hangen er gewoon allemaal touwtjes door Dennis' tent. Wat je normaal dus ook hebt. En dit kunnen we dan weer mooi afwerken door dit er gewoon in één keer op te leggen. Hoppakee. Dit wil ik alleen wel even wat mooier hebben nu hoor. Anders dan steekt daar één zo'n stukje gras heel apart uit. En dan is het nu tijd om mijn tent te maken. En mijn tent komt hier gewoon lekker naast te staan natuurlijk. Dus dan beginnen we met een mooi blauwe muurtje natuurlijk. Voor mijn oh zo mooie tent die het gaat worden zometeen. Dan doen we daar een touw, daar een touw. Hier moeten we eventjes wat blauw hebben. Blue, light blue, hoppakeetjes. Daar zo eentje komen, daar zo eentje. En dan hier allemaal blokjes. Moet dit weer daar komen. Oh, ik kan deze tent zo snel maken nu, omdat ik weet hoe die er net uitzag. Dus dit is top. Dit is gewoon heel snel iets nabouwen eigenlijk. Dus dat is perfect. Dan doen we dat daar, dat daar, dat daar, dat daar. En dan hebben we ook nog de touwtjes nodig natuurlijk. Dus die moet daar en daar moet zoiets komen. Dan doen we die daar alvast op. Er komt namelijk één kip op deze hoek te staan. Hoppakee. Oh, dan hebben we geen touwtjes nodig. Dan hebben we dit touwtje voor jou nodig, meneer de kip. En voilà, hebben we een touwtje daar in de tent. En dan moet er ook nog een touwtje hieronder komen. Dus daar de kip, daar dat, daar dat. En het touwtje hangen we mooi aan de bovenkant. Voilà, perfect. Oh ja, we moeten wel nog wat gras hebben hier natuurlijk. Oh jee, dit moet ik heel snel doen. Zoveel tijd hebben we namelijk niet meer. We hebben nog maar 2 minuten. En dan moet de camping gewoon al af zijn. Oh jee. Dennis en ik kunnen tenminste allebei al terecht op de camping. Dus dat is helemaal top. Oh, dit ziet er zo leuk uit. Kijk dat konijntje dan. Die blijft ook de hele tijd hier staan. Die vindt het veel te leuk hier volgens mij. Laten we ook even wat gravel tussen de tentjes van mij en Dennis leggen. Dan kunnen we tenminste niet allemaal vieze zandvoetjes krijgen. Al willen we naar elkaar toe lopen. En zo is er een duidelijke
duidelijke lijn van wie welk stukje grond is. Maar ja, je huurt natuurlijk een stukje grond als je gaat kamperen, lijkt mij. Zo, dan gaan we dit nog even mooi afschermen. Zo, yes, dat is perfect. Oh, 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 en we vergeten nog iets. Hoppakee, dat kleppie moest er nog even op. En misschien is het wel leuk als Dennis en ik samen bij een kampvuurtje kunnen zitten hier zo. Dat is toch top? Dan pakken we er even een scheppie bij ook, want ik heb een ideetje. Hier wil ik namelijk een kampvuur. Oh, nee, deze moet trouwens wel aanstaan, maar daar moet een kampvuurtje komen. En hier omheen wil ik kunnen zitten. Dus dan moet ik een kampvuur zo hebben staan. Dan kan je daar zitten. Kampvuur zo hebben staan. Dan kan je daar zitten. Eentje zo daar. Eentje zo daar. En dan heb je hier allemaal zitplekjes. Ik denk alleen wel dat het leuker is. Al doen we eventjes wat item frames erop. Zodat het dan echt gaat lijken op een stoeltje natuurlijk. Oh, dit is perfect. En hier kunnen we dan lekker gaan zitten. Oh, dit is zo leuk. Oh, allemaal kleine bankjes. Ik hoop alleen wel dat de meneer van de camping het goed gaat vinden dat wij hier zitten te schrullen en alles. Maar ja, je moet niet zo zeuren natuurlijk als je een camping hebt. Dan kan je dat verwachten dat mensen dat gaan doen. De weg wil ik ook eventjes wat verder gaan maken natuurlijk. Want die loopt nu nog niet zo heel erg ver door. Maar het is wel mooier als die dat eventjes gaat doen natuurlijk. Dat die gewoon helemaal tot mijn tent sowieso gaat komen. Zodat ik ook mijn auto voor de tent kan zetten. Anders moet ik namelijk dat hele stuk gaan sjouwen met al mijn spullen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Oh nee, de tijd is voorbij. Oh, ik kan de weg net niet afmaken. Dennis, Dennis, het is zover. De tijd is voorbij. Nu al? Ja, het ging super snel. Maar ik ben zo benieuwd naar wat jij hebt gemaakt. Mag ik bij jou al een kijkje nemen? Of... Wacht even. Ja, ja, je mag bij mij een kijkje nemen. Ik sta bij het hoekje. 3, 2, 1. Kijk, welkom. Dennis. Ja? Het moest een camping zijn, geen camper. Oh, een camper staat toch ook op de camping? Ja, maar waar staat de camping waar die op staat? Nou, geloof me, dit is het waard. Kom mee. Oké, ik kom mee. Hij is wel heel veel. Hij ziet er wel vet uit, moet ik je vertellen. Wow, hier kunnen zoveel mensen. Oh my god. Oké, ik volg je, Dennis. Ik vind hem wel vet tot nu toe al. Oké, ik loop een beetje mee naar... Wow. Wat wil je als eerste zien? De voorkant, de achterkant? Voorkant. Ik zou zeggen, kom mee. En ik denk dat jij dit het beste plekje vindt. Want kijk hier. Ja, ik hou van blauw. Oké, nu vind ik hem mooi, Dennis. Hij heeft nu al 10. Ja, hier is alle opslag natuurlijk een kistje. Ja, ik moest mijn hooi meenemen. Ik heb hier mijn boekenkasten. Oh, je hebt een mooie glazen dak hierboven. En, oh, dit is de voorkant. Hier kan je rijden. Dit is de voorkant. Ja, hier kan je rijden. Oh, en de deur kan zelfs open. Dit is top, Dennis. Maar waar kunnen we dan slapen en douchen en zitten? Oh, douchen, dat doen we niet in de camper. Slapen kan hier. Oh, wat? Ja, maar... Dit is zo vet, Dennis. Je hebt gewoon een dubbel bed in je camper. Ja, want... En hier een leuk keukentje. Hier kan je lekker zitten. Ja, hier kan je lekker koken. Dit en dan is zo hier, ja, ik had niet genoeg tijd, maar wil je mijn idee nog weten? Ja. Ik wou hier, zeg maar, zo'n doek naar buiten halen, dat je dan ook hier kon zitten, zeg maar. Oh, dat is zo vet, Dennis. Ik vind hem oprecht echt enorm vet geluk. Kijk ook die schoorsteentjes hierboven. Ja, ik had geen tijd meer. Dat zijn antennes. Oh, antennes. Ja, geen schoorsteen. Dennis, ik ben zo benieuwd naar wat je van mijn camping gaat vinden. Wat de bedoeling was van deze video, oké? Welkom op mijn camping. Hier kan je lekker inchecken bij dit kleine huisje. Oh. Er is een geel tentje en een blauw tentje. Maar daar gaan we straks heen, Dennis. Eerst moet je inchecken. Ja. Oké, wacht even. Wilt u niet zo op de balie staan, meneer? Ja, sorry. Oké. Ik wil graag inchecken. Oké, dat is dan 1 appeltje. Ja, dat had ik bij me, want dit is mega waardevol waar ik vandaan kom. Daarom, dank u wel. Dank je. Nou, meneer, uw tent staat hier al klaar voor u, zoals u kan zien. Wow. Een mooie gele tent. We hadden gehoord dat u heel erg van geel hield. Dus, ja, ik hou van geel. Eigen spulletjes moest u zelf meenemen, of vooral een slaapmatje en zo. Maar de tent staat er sowieso al. En een mooi schilderijtje. En kijk dan wie we hier hebben, Dennis. Dit konijntje heb ik net gered. En die is mij de hele tijd al aan het volgen. En hij wil meekijken hoe wij gaan barbecuen hier zo. Hier kunnen we lekker gaan barbecuen met eten. En we kunnen hier lekker zitten vanavond op de bankies. Super leuk hier. Dennis! Nee! Ja? Dat gaan we niet doen, oké? Ik heb hem gered en dat heb ik niet gedaan zodat je hem gelijk op het vuur kon gooien. Je wou toch barbecuen? Ja, niet dat konijntje. We halen gewoon vlees bij de supermarkt. Ja, maar hij ging zelf. Nee, je duwde me erop. Ik zag het wel. Nee. Jawel, Dennis, niet liegen nu tegen mij. Oké, misschien een klein beetje. Nou ja, laten we doorgaan. Hier is namelijk mijn tent en ja, er is wat zand op de weg gevallen hier zo. Maar dit is mijn tent. Oh. En hij lijkt een beetje op die van jou. Boven dan dat deze een andere kleur heeft. Deze is blauw. Maar moesten we zelf het bedje meenemen? Ja. Ja, dat is een probleempje. Die ben ik vergeten. Jij zou die meenemen? Jij zou dat toch regelen? Nee, ik zou zo de tent regelen.
Gelukkig heb ik een camper, die kan ik wel hierheen rijden. Ja, ja, is goed. Die kan je dan hier parkeren, ja? Ik ben alleen bang dat ik... Ja, dat heb ik nog niet gezegd, maar ik zit vast in het zand. Oh daar. My god, Dennis! Ja, dat is nou het probleem, hè, met een camper in de woestijn. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik op een van de twee video's die hier naast mij kunnen zien staan, want die moet je gezien hebben. Waar wacht je op? Klik er nu eentje aan. Ze gaan namelijk bijna verdwijnen en dan kun je er niet meer op klikken. Dus klik er eentje aan in 3, 2, 1...